Voor 75 kinderen organiseerde Dizzy Dance de afgelopen dagen hun danskamp. Dinsdagmiddag, halverwege het kamp, werd er natuurlijk druk gedanst in de zalen. Dus geloof in jezelf, juist wanneer het lijkt alsof, het niet meer loopt, nu kan rennen, rennen met je hoofd omhoog. Het is eigenlijk weer een begin voor het nieuwe jaar, ja. Volgende week gaan ze weer naar school, dus we vonden het wel leuk om lekker dansend het jaar te beginnen. Lekker na de vakantie iedereen weer te zien en kijken hoe iedereen's vakantie was en ja, volop nieuwe jaar in. Het is een danskamp voor kinderen van 6 tot 11 van Dizzy. En we organiseren het dit jaar voor het derde jaar. En wij gaan heel veel dansen, maar we gaan ook spellen en we gaan optreden. Vanavond hebben we een bal masqué, dus het is eigenlijk heel divers. Jasmijn en Zara doen vol overgave mee aan het kamp. Ja, ik vind ook dansen heel leuk. Ik vind de dansjes vind ik ook heel leuk. Maar knutselen blijft ook leuk. Dansen, knutselen, van alles. Het is ook heel leuk om dansjes te doen, want je hebt die nog nooit gehad. Dus ja, ook andere juffen. Jullie hebben morgen ook een verrassing voor jullie ouders, toch? Ja, we gaan allerlei dansjes die we hier hebben geleerd, gaan we daarvoor doen. En wat zijn er voor dansjes? Wij hebben een dansje van Pink Panther en eentje die heel snel gaat. Ik weet de naam niet. En om alles 3 dagen lang in goede banen te leiden, kan Dizzy Dance rekenen op vele helpende handjes. De docenten zijn er allemaal bij, maar we hebben ook heel veel meiden die het leuk vinden om te helpen. Die dan de kinderen begeleiden, iedere keer naar hun groepje, zorgen voor de lunch. Gewoon ja, met alles helpen. We hebben net toevallig even geteld voor het eten eigenlijk. We zijn met 23 man begeleiding. Dat zijn inderdaad docenten, maar ook onze tieners die graag helpen. En wij smeren zo'n 18 broden per dag. Dus er gaan 100 stukken fruit doorheen en 100 ijsjes. En, dus dat is wel maar het is superleuk. En we zijn met een groot team, dus eigenlijk is dat zo gedaan. Het hoogtepunt van de week was misschien wel het bal masqué dinsdagavond. Ze zijn nu de maskers in elkaar aan het zetten. En dan vanavond, ze gaan lekker naar huis, gaan ze even lekker eten. En vanavond komen ze terug en dan hebben we echt een feest. Vorig jaar hadden we een pyjama party en dit jaar pakken we helemaal de andere kant op, pakken we lekker uit. We zijn aan het knutselen, want in de avond hebben wij een gemaskerbal. En jullie maken dan zelf nu de maskers? Hoe doen jullie dat? Want ik vind dat nogal moeilijk, zeg. Je hebt een bordje en dan kan je een vorm uitknippen en mag je die eigenlijk helemaal gaan versieren hoe jij het wil. En hoe doe jij het? Nou, precies hetzelfde. Ook met een bordje en je mag ook verven en dan mag je ook diamantjes erop plakken. En natuurlijk hoort er bij een bal van dit cachet ook een bijpassende dans.